goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb net gedoucht. En een filmpje, mijn nieuwe filmpje, geëdit. En die wordt nu geëxporteerd naar een filmpje. En ik ga nu eventjes naar het Waterlooplein mijn rijbewijs ophalen. Die er serieus al 2,5 maanden ligt. En hij mag er max 3 maanden liggen en dan wordt hij vernietigd. Dus ik wacht hier zoals altijd tot op het laatste moment. Dus die ga ik nu ophalen. En daarna ga ik waarschijnlijk nog een filmpje opnemen vandaag. En even naar de stad. En sporten ook nog. Moet er ook nog ingepropt worden. En nog even wat andere leuke dingetjes doen. E-mailen mensen voor wat leuke nieuwe dingen die eraan gaan komen. Dus dat is een beetje mijn dagje. Hallo, het is nu... Ik moet mijn camera even goed neerzetten. Het is nu, hoe laat? Ik weet het niet. Ik heb mijn horloge uit, maar volgens mij is het 10:30. En ik dacht, ik ga nog eventjes opnemen hoe ik mijn huid dus schoonmaak. Want ik heb vandaag foundation opgedaan en make-up. Dus eigenlijk moet ik wat lager gaan staan. Nee, zo is wel oké. Anyways, ik ga mijn huid dus nu reinigen met deze van Clinique. Take off the day. En het is dus een balm die je dus in je handen warm maakt. Zo ziet het eruit. En warm je zo op tussen je handen. En dat breng je dan aan. Ik heb dus mijn bril, haal ik maar heel even nu op. Nee, dat is niet handig. Ja, nu zie ik dus niks, maar goed, anyways, maakt niet uit. En het verwijdert dus al je make-up. En dat is echt super. Maar lekker zacht. En je kunt dit dus niet zo afspoelen met water. Want dan blijft er dus een vettig laagje achter. Dus als je dit gewoon lekker hebt aangebracht. Op je gezicht lekker in hebt gemasseerd. En ook over je ogen kun je het lekker doen. Ik heb wimpers op, dus die moet ik zo even afhalen. Maar je kunt het gewoon lekker met je ogen. In je ogen ook doen. Het prikt helemaal niet. Het is gewoon heel lekker zacht olieachtig. En nadat je dat hebt gedaan, gebruik je de Liquid Facial Soap van Clinique. Dat is deze. En dan gebruik je dan een pompje. En dan masseer je ook lekker in. Wacht even, ik ga eerst even mijn wimpers afhalen. En gebruik je dus één pompje gebruik ik daarvan. En die is ook heel erg lekker mild, heel zacht. Ruikt amper. En dit echt maakt je gezicht zo lekker schoon. En mijn gezicht, elke keer als ik dit gebruik, de eerste take of the day, beauty balm en daarna die facial liquid soap. En dan afspoel met water, voelt mijn huid zo ontzettend lekker zacht aan. Het is echt niet normaal. Ik kan het je echt aanraden, die twee in combinatie. En het voelt ook helemaal niet droog, maar echt lekker zacht. Omdat die beauty balm natuurlijk lekker vettig olieachtig is. Is die dus heel lekker en niet uitdrogend. Nou, nu heb ik het lekker ingemasseerd en dan spoel ik het af met water. Al mijn make-up nu afgehaald en het voelt echt heel lekker zacht aan en ook echt helemaal niet droog. En nu gebruik ik altijd mijn favoriete flesje van Clinique. En die is echt de balm. En dat is de Clearfying Lotion. En dit is de Limited Edition. Ik zie al dat die op de helft nu zit en dan hoef je helemaal niet zoveel van te nemen op een watje. En dat is dus salicylic zit erin, dus het is een lekker peelingje zeg maar, een zuurtje die de dode huidcelletjes oplost. En er zit mint in, wat dus echt super lekker is. En dat geeft echt, als je dit gebruikt, deze stap, geeft echt een heel lekker tintelend gevoel aan je huid. En helemaal lekker schoon. I'm ready with the cleaning part. En nu ga ik verder gewoon met mijn huidverzorging, mijn nachtverzorging. En dat is natuurlijk de Advanced Night Repair Eye van Estée Lauder en Advanced Night Repair Serum. Duik ik lekker mijn bedje in. Slaap lekker. Ciao. Een hele goede avond. Het is vandaag zondag en ik zit nu achter mijn laptop. En ik ben net thuis en ik ben vandaag eventjes de stad in geweest. Ik moest even wat dingen hebben. Ik heb hier een muis gekocht. Voor bij mijn nieuwe laptop. Want er zat geen muis bij. En ik vind het altijd wel lekker om toch met een muis te werken.
Dus ik heb een nieuwe laptop en daar ben ik heel erg blij mee om al mijn video's te editen. Want deze die ik nu had was van Dell en het werkte gewoon niet. Hij gaat echt langzaam, loopt een beetje vast. Dus ik heb een nieuwe en die werkt echt super snel. En ik moet alleen nog mijn programma's, editingprogramma's overzetten. Daar ga ik zo aan beginnen. Ik hoop dat het lukt. Dat ga ik vanavond doen. Ik hoop dat het in één keer lukt. Ik reken er niet op dat ik mijn computerman moet vragen. Maar ik ga het toch zelf even proberen. En verder heb ik, wat heb ik in de stad gekocht? Nog meer sokjes bij de Bijenkorf. Ik had van die sportsokjes nodig voor in mijn sneakers. Dus die heb ik gekocht van Valken. En ik heb deze. Bij Valken zit zo'n anti-slip dingetje achter bij je hiel. En die zitten echt heel lekker. En ik heb deze van Oroblu ook gekocht. Wit zijn deze. En dit zijn dan iets hoger zitten die. En ik had nog een groen hemdje gekocht. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik hou wel van die kleur groen. Bij de River Island. Ik heb het niet gepast. Hij ziet er heel klein uit. Dus ik moet hem zomaar even aantrekken. Misschien pas ik hem niet in. En ik heb ook nog een choker gekocht. Ik heb er eigenlijk geen één. Ik weet ook niet wat ik ervan moet vinden. Maar als ik het bij mensen zie, vind ik het toch wel heel erg vet. Maar ik weet niet of ik het lekker vind zitten. Maar ik zag er eentje bij River Island. Met een E. Dus die kon ik niet laten liggen. En het is een fluweeltje. Met de E met strassteentjes. Dus die kon ik natuurlijk niet laten liggen. Dus die heb ik nog even meegenomen. En verder ga ik even wat YouTube filmpjes nog kijken. En ik zat heel erg te twijfelen om mijn filmpjes in het Engels te gaan opnemen. Omdat ik best wel... ik weet niet. Ik denk dat ik daar meer mensen bij mee bereik. Als ik het in Engels ga doen. En ik heb best wel wat vrienden ook die Engels zijn. En dan zeggen ze, oh leuk, YouTube kanaal. Oh, is het in Dutch of English? No, Dutch. Oké. En dan kunnen ze dus niet verstaan. Dus dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. En je kunt natuurlijk veel meer mensen bereiken in het Engels. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuker. Nu heb ik nou alleen maar mensen die dus Nederland, alleen Nederland dus. Dus daar zit ik een beetje over te twijfelen of ik dat ga doen of niet. Niet dat mijn Engels heel slecht is, maar ja, soms ben je naar woorden aan het zoeken en dan kun je natuurlijk lekkerder uitspreken in gewoon Nederlands. Engels is niet je standaard. Mijn Engels is niet mijn moedertaal natuurlijk, dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Of ik ga mijn make-up filmpjes in het Engels doen, dat kan ook. Daar ben ik nu ook mee bezig dat ik die ga opnemen. Nou ja, anyways, allemaal plannen en dingen. En morgen ga ik een permanent make-up filmpje opnemen bij Divine Clinic van mijn beste vriendin Diaantje. En daar heb ik ook heel erg zin in. En heel erg benieuwd ben ik daarna hoe dat eruit gaat zien en hoe het gaat voelen. Dus dat staat morgen op de planning. En daar ga ik ook een superleuk filmpje van maken. En ook informatief wat het inhoudt, wat er gebeurt. En ik ga natuurlijk de hele behandeling filmen. Dus dat komt er ook nog aan. Ja, en ik heb een leuke vest van de Zara aan. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het is echt zo'n lekker bruin. Hij is ook in het donkerblauw en in het zwart en in het grijs. Maar het is echt een heel fijn vest. Echt zo'n lekker woonvest. Waar je lekker in kan wonen. Thuis. Of ergens anders. Oh, ik kom net thuis van de stad. En ik heb... ik moest voor mijn camera... de microfoon fixen. En het is nog steeds niet gefixt. Waarschijnlijk moet ik weer een nieuwe microfoon kopen. Want het geluid... Ik ben nog steeds niet blij met het geluid. En anyways, dat moet dus ook nog even... Nog steeds niet in orde. Maar ze gaan me bellen als er een nieuwe microfoon binnen is. Dus dan ga ik het eventjes uitproberen. En verder ben ik net even bij de Bagels & Beans gehaald. Heb ik even een broodje gehaald. Een bagel haal ik altijd met spelt en tonijn uit de oven. Super lekker. En mijn sapje. Wortel en gember zit daarin. En ik ben... bij de Bershka geweest. En ik heb een hele grote tas gehaald. Gekocht. En daar ben ik heel erg blij mee. En daar ga ik zo een hele leuke shoplog voor opnemen. En
genoeg te doen. En ik ga zo naar mijn vriendinnetje Diana van Divine Clinic. En die gaat een... hoe noem je dat ook weer? Ik ben even de naam kwijt. Het is geen eyeliner die ze bij me gaat zetten. Maar een infralash. Dus tussen je wimpertjes zet ze dan een lijntje. Waardoor je wimperrand eigenlijk voller lijkt. Dus dat ga ik ook filmen. En dat gaat straks... eind van de middag ga ik naar haar toe. Dan gaan we dat opnemen. Dus dat vind ik ook best wel spannend. En verder ga ik nog wat mailtjes beantwoorden. En filmen en van alles en nog wat. Ik neem jullie mee door mijn dagje. Mijn dag loopt weer een beetje anders. Want ik zou dus naar Diana gaan. Van Divine Clinic. Om een... hoe zeg het nou? Ik ben weer de naam vergeten. Infralash te zetten. Permanent make-up. Alleen je mag dus geen vitamines voor 3 dagen innemen. En geen koffie drinken. Koffie is geen probleem, maar wel vitamines, want dat slik ik namelijk nogal veel. Vitamine C, D, A, B, weet ik wel wat allemaal. Dus dan pakt het dus minder goed. Dus we hebben besloten dat we dat vandaag niet gaan opnemen, maar dat gaan we opnemen over een paar dagen. Dus dan stop ik nu met vitamines slikken. Maar wat we wel gaan doen, wat wij allebei al heel lang willen, is namelijk een piercing zetten. En dat gaan we nu hebben besloten. Dan gaan we in ieder geval dat doen vanavond. En daarna gaan we lekker wat eten. En naar de bios of weet ik wat. Maar in ieder geval, ik wilde zo heel graag een piercing zetten. Namelijk hier. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dit stukje van je oor, zeg maar. Dit oordingetje. Dat is dus kraakbeen. En... dat is een best wel heftige piercing, heb ik begrepen. Of in ieder geval, het herstel is best lang. 6 maanden, zeggen ze. Maar nu moet ik zeggen dat deze piercing is ook kraakbeen. En daar heb ik volgens mij amper last van gehad. Ik kan me niet goed herinneren dat ik daar nou heel lang maanden pijn van heb gehad. Maar ja, ik weet niet. Die heb ik ook al echt jaren. Dus het kan zijn dat ik dat helemaal ben vergeten. In ieder geval, we gaan zo die piercing zetten. Ik vind het echt heel spannend. Maar goed, ik wil het al heel lang. Dus ja, ik kan het wel gaan uitstellen. Maar dat maakt niet uit, want uiteindelijk moet ik het toch zetten. En het is beter nu dan in de zomer. Want je mag namelijk zeker 3 maanden niet zwemmen. Dus ik hoop dat ik het mag filmen. Ik had vorige keer gevraagd of ik het mocht filmen, maar dat mocht niet. Ik heb net gebeld, dus ze zei, dan moet je toch maar even nog een keer met de piercer overleggen. Dus ik hoop dat ik het voor jullie mag filmen, dat jullie het kunnen zien. En anders, nou, zien jullie in ieder geval natuurlijk before en after. Of in ieder geval de after. Hoe het eruit ziet. En ik vind het echt heel spannend. Vet! Heel erg vet. Wat is al donker al, oké? Ja. Dankjewel. Oh, ik vind het zo vet. Ik ben er zo blij mee. Ja, het is echt mooi. Ja, hè? Oh, wat gaan we doen? We gaan even tot 7 uur. Nee, we lopen eerst even naar de... Hoe heet het? Moeten we kaartjes halen? Ja, we gaan eerst even naar de bios. Hé, maar misschien... Bios, we gaan even eten. Hoe heet het eten? Bij die hamburger tent. Net thuis, ik sta in de lift. En ik kom net uit de film. En ik vind het zo vet dat ik de piercing heb gezet. Zo vet. En ik heb mijn winterjas aan. Want het is steenkoud buiten. Home sweet home. En ik ga nu dus, de verzorging van die piercing is dus dat je 's ochtends met zeep, Unicura zeep, je hele oor moet schoonmaken. En dan afspoelen met water. En dan 's avonds moet je water koken in een pannetje. Niet in een fluitketel of een water koken, want het zijn allemaal vol met bacteriën en kook. Dus water koken in een pannetje, dat ga ik nu dus doen. En dan 1/2 theelepeltje zeezout erin. In een glaasje met water. En dan een watje doop je erin. En dan 10 minuten om die piercing, zeg maar. Je ziet hem hier ook. Echt vet. 10 minuten om die piercing. En dan week dat, zeg maar, los. Ik ben heel benieuwd. Dat ga ik nu even doen.